Welkom bij een fotografielesje online. Ja, het kan niet anders. We zitten allemaal binnen. En juist in deze tijd kunnen we niet naar een fotoles. Zeker geen groepslessen. Maar wat we wel kunnen doen natuurlijk is online kijken. Er zullen er best al een aantal zijn die je van alles vertellen. Maar ik doe het op mijn manier. Gelukkig ben ik met pensioen. En had ik sowieso al de tijd. En nu nog meer. Om het een en ander te vertellen. We hebben natuurlijk hele mooie toestellen. En juist in deze tijd willen we eigenlijk wel misschien wel in huis macrofoto's kunnen maken of zo. Of 's avonds als het gezellig is, een mooi fotootje maken. En juist die foto's zijn lastig in de automatische stand. Want dan gaat het toestel het niet helemaal meer begrijpen. In de automatische stand wil een toestel bij te veel licht eigenlijk een donkere foto maken. En bij te weinig licht wil die eigenlijk een te lichte foto maken. Er is maar één oplossing voor, dat is in de manuele stand. Nou, zo'n manuele stand zit hierop. En het leuke is natuurlijk dat we kunnen hem gewoon opzetten. En ja, ik moet mijn bril afzetten om het te kunnen zien. Dus ik zet hem één keer op de manuele stand, zo. En ik zet hem aan. In dit geval heb ik een Sony toestel. En ik zou de bril weer opzetten hoor. Maar het maakt in feite niet uit wat voor soort toestel je hebt. Dat knopje hierbovenop, dat is bij de allemaal hetzelfde. Daar staat een P. Daar staat een groene of gouden P. Een rode P. En er staat een A. En er staat een S. Of TV bij Canon bijvoorbeeld. En er zat een M van manueel. Nou, daar gaan we wat mee doen. Op die manuele stand betekent het eigenlijk dat we zelf het een en ander kunnen instellen. En meestal zijn daar twee knopjes voor. We hebben meestal aan de voorkant een knopje, bijvoorbeeld voor de sluitertijd. En aan de achterkant soms een knopje voor het diafragma. Met wat goedkopere toestellen is er maar één knop. En die ene knop die is of ingesteld voor het sluitertijd of voor het diafragma. Maar door nou op het plusminnetje te drukken, zit zo'n klein plusminnetje altijd ergens op je toestel. Dan zie je dat hij bijvoorbeeld de andere ook scherp kan stellen. Dus in die M-stand kan je dan toch kiezen of de sluitertijd of het diafragma kan je dan veranderen. Nou, we beginnen eens met dat diafragma. Dat betekent dat we... willen we nou een foto hebben waar wij een hele mooie achtergrond waars krijgen en de voorkant heel mooi scherp, dan gebruiken wij, zoals wij dat als fotografen noemen, de grootste opening. En dat is het kleinste getal. In dit geval is het heel simpel, want het zit hier op de lens, maar het kan ook onder een draaiwieltje zitten. En op het moment dat je dat naar hem toe zet, dus je zet hem naar dit geval 2.8, 2.8 is dus een grote opening. Komt dus veel licht binnen ook. Daar is een voordeel van. Dat is ook leuk. Bovendien krijg je dan die foto waarbij het voorkantje mooi scherp is. En waarbij de achtergrond wat onscherper wordt. Nou, dat is op zich al prettig. Dan gaan we even mee in de gang. Goed, dit toestel zie je ook meteen op het schermpje. Dat is het voordeel van zo'n Sony. Zie je meteen eigenlijk het resultaat ontstaan. Als ik nu mijn sluitertijd ga veranderen, dan zie ik ook meteen dat het beeldje lichter wordt en donkerder wordt. Dus dat is eigenlijk heel simpel. Ik heb nu een 1/50ste van een seconde. Maar wil ik die stoel mooi fotograferen, dan moet ik eigenlijk misschien wel naar een 1/25ste toe. En dat is een beetje creepy, want bij een 1/25ste van een seconde, dat toestel hou je nooit helemaal zijn recht, hè. Dus dat is gevaarlijk. Ik ga liever naar die 100ste toe. 1/100ste van een seconde. Dat is heel veilig. Dan kan je toestel nog een klein beetje bewegen zonder dat het nou meteen een onscherpe foto wordt. Maar goed, nou is mijn foto te donker. Maar we hebben de ISO. Gelukkig. En die ISO die kunnen we ook gewoon verhogen. Dan kunnen ze tegen die ISO zeggen. Er zit een apart knopje voor of je moet even opzoeken waar de ISO zit. En dan zeggen we, ga ik die ISO nou omhoog gooien. En net zolang tot ik die mooie foto heb.
En nou zie ik dat ik uitkom op, de bril even aanzetten, dat zie ik het niet, op 500 ISO, bij 100ste, bij 2.8. En als ik nu een foto maak van deze stoel, dan ziet hij er keurig uit. Ik zal die foto eens maken trouwens. Klak, hij zet even scherp. En ik ga hem direct nog eventjes laten zien hoe die eruit ziet. Oh, ik zal hem eventjes terughalen. Dit was de stoel. En dan kan ik ook nog inzoomen op die stoel. En dan zie je dus dat die stoel goed belicht is. Hij is gewoon goed belicht. Hebben we zelf gedaan. Op de automaat zou dat niet lukken. De achterkant, hier is de tuin. En daar schijnt het zonnetje nu in. En die stoel is donker. En dan krijg je een prachtig belichte tuin en een te donkere stoel. Nou, dat is het regeltje. Die regel geldt ook voor video. Want je kan hier natuurlijk ook mee filmen. Of met een gewoon filmapparaat. Die kan ook van de automaat af. En die kan ook op een manuele stand gezet worden. En als ik die stoel wil filmen, heb ik natuurlijk hetzelfde probleem als bij een foto. Dan wordt die stoel te donker. Dus zet ik hem nou op film, dat kan, of je kan er een keer. Als ik nou het knopje druk voor de film, dan gaat hij weer op de automatische stand staan. Dat wil ik helemaal niet. Dus ik ga naar de filmstand toe. En als het goed is, heeft hij die instelling net van de foto, heeft hij gewoon overgenomen. En die staat er nog steeds in. Het is nog steeds ISO 500 bij 100ste en 2.8. Die 100ste bij film, die blijft ook 100ste. We kunnen namelijk niet veel sneller met de sluitertijd. Meestal is het zo dat we hebben 25 beeldjes per seconde. Nou, deze maakt er nou 50 per seconde. En dan is de regel toch dat we daar 100ste van een sluitertijd gebruiken. En bij 25 beeldjes zou je 50ste kunnen gebruiken. Maar goed, we hebben nog steeds de diafragma dat 2.8 staat. We hebben nog steeds die ISO. En als ik nu ga filmen, dan krijg ik precies hetzelfde. Dan kan ik op het knopje drukken, film. Plop. Hij gaat mooi staan filmen. En dan gaan we kijken van, wat is hij aan het doen? Nou, dan ga ik nu inzoomen. Zo. Ja, en dan kan ik hem stopzetten weer. Hoppatee. Nou gaan we hem afspelen. Gaan we kijken van, staat dat er ook op? En ja hoor, ik kan hem afspelen. En het staat erop. Nou, hij gaat hem nu... En het is hetzelfde als de foto. Dus zowel voor fotografie als voor film gebruiken we in principe dezelfde instellingen. Met fotografie kunnen we natuurlijk iets verder gaan. Dat is wel het leuke van fotografie. Daar kunnen we met een 1000ste werken. En dan kunnen we... Ja, daarom is fotografie best ook wel heel mooi hoor. Het is een heel ander verhaal. En het beeld wat je maakt is ook alleszeggend. Het is niet zo van... Ja, je krijgt meer fantasie eromheen. Dus dat is het mooie van een foto. Nou, als ik nu op afspelen druk, dan zie je hem dus inderdaad verschijnen. En dan is die keurig, staat hij daarbij. Ja? Ja. Wat kunnen we nog meer doen met de filmen? Je hebt net gezien, ik zet hem op de M-stand. Ik zet daar die tijden mee in. En dat kan, ja, dit is toevallig dan een RX 10 2 met een Carl Zeiss lens erop, 2.8 van 24 tot 200 mm. Maar je hebt ook tegenwoordig de RX 4, er zit zelfs een 600 mm op bij F4, hè, diafragma 4. Dat is voor een 600 mm best heel kunstig. Maar goed. Jij zeggen van moet ik nou mijn oude toestel wegdoen? Nou, dat hoeft natuurlijk niet. Als je hem al hebt, voilà. Maar het is wel 10 keer zo zwaar. Ja, een lens van 600 mm, die is zelfs een paar kilo. Een spiegelreflexcamera is ook nog eens een keertje bijna een kilo. En dan loop je met 3 kilo te zwaaien en dit is heel licht. Dus voor het gemak is het handiger. Kwaliteit, ja... Dat is heel verschillend. Kijk, een hele dure, een goede 600 mm lens. Ja, goed, 10.000 euro. Net zo makkelijk. Een hele goede spiegelreflex, 3.000 euro. Bob. Of een hele mooie systeemcamera. Hetzelfde verhaal, ook 3.000 euro. Dus, ja. En misschien is die foto dan wel, die jij precies wil, net iets scherper. Misschien is die iets scherper. Misschien. Maar qua gemak...
Dus vandaar dit soort toestellen helemaal in de gang. Al dit soort toestellen, kleinere toestellen. Alle merken maken die kleinere toestellen op dit moment. En alle kwaliteit is fantastisch op dit moment. Dus over naar de wat kleinere toestellen. Dat is best wel handig. Nou, je hebt gezien. We kunnen filmen. We kunnen foto's maken. En ja, ik ga de volgende keer eens een keer toch op macro verder. Hoe maak je nou de mooiste macrofoto? Want daar zit nogal wat haakjes en ogen aan. Dan moeten we ook nog met de hand gaan scherpstellen. Nou, dat is voor de volgende keer dan. Doei!